De grootste postzegeltentoonstelling die ooit in ons land is gehouden was die in de Houtrusthallen in Den Haag. De internationale vereniging Philatelica herdacht er haar 40-jarig bestaan mee. In totaal waren er 150.000 zegels met een gezamenlijke waarde van 800.000 gulden. Men kon er beroemde exemplaren bewonderen. Onder andere de klassieke 1 penny zegel van Kaap de Goede Hoop uit 1863. De eerste driehoekzegel ter wereld. Het idee om postzegels te gaan gebruiken stamt van de Engelsman Sir Rowland Hill, die in 1840 de eerste zegels invoerde. Hier zijn er een paar van. Gewone, ordentelijke zegels die veel waard zijn omdat ze oud zijn. Maar grote waarde krijgen postzegels pas als er bijvoorbeeld een drukfout op staat, zoals hier. Ook zijn ze bijzonder veel waard als de opdruk op de kop staat, zoals bij deze het geval is. Door postzegels kan men vaak de geschiedenis van een land leren. Uit deze opdrukken is de Japanse bezetting van Nederlands-Indië af te lezen. Postzegels verzamelen is niet langer meer een hobby, het is bijna een wetenschap geworden.